is alweer even geleden dat ik een vlog heb gemaakt en bericht heb gegeven van wat er allemaal aan de gang is. Maar vandaag wordt dan de laatste nieuwe watertank geleverd. Daar hebben we wel wat manpower voor nodig. Super blij zijn we met het klaslokaal in aanbouw waar we de praktijktrainingen gaan geven. Van de week hebben ze al 2 watertanks van 10.000 liter geplaatst. En vandaag wordt de laatste afgeleverd en uitgeladen. Zo lekker als het nog een beetje doorloopt op de boerderij. Het is een zonnige zaterdagochtend. Prachtig weer, maar eigenlijk hebben we nog veel meer regen nodig voor de plantjes. Hier zit Roos met Sophie. En het gaat heel goed met Sophie. Het was heel fijn dat Roos vakantie had en graag op Sophie wilde passen. Jordan is zijn nieuwe bed aan het schoonmaken. Hij wordt een grote jongen, dus zijn andere bed werd een beetje te klein. En hier zitten de Zeeën en Hanna lekker in hun zwembadjes met water te spelen op zo'n warme dag. Dat is toch echt heerlijk. En ik ga de puinzooi in het huis opruimen. Dat moet ook gebeuren. Koffie, koffie. Lekker bakkie koffie. Maar voordat die koffie ook in een kopje zit, daar gaat heel wat aan vooraf. Bijvoorbeeld koffiebonen plukken. En dan het liefst de rode. Deze. En daarna worden ze gedroogd in de zon. Dan gaan ze naar de fabriek waar het omhulsel wordt afgehaald. En dan krijgen we de kiloprijs ervoor. Op dit moment is die niet slecht. Volgens mij 2 euro per kilo. Dus van de 1000 koffieplantjes die we op de boerderij hebben staan, kunnen we toch nog wel wat verdienen als inkomsten voor de boerderij. Maar het is een werkje wat heel veel tijd en geduld kost. Niks voor mij dus.